is, maar soms. Hey. Een hele goede dag. Je had een verfbom. Burgerarrest. Ik doe aangifte ook gelijk. Ja, het is vandaag een heerlijke dag. De installering van de Tweede Kamer vindt plaats. En waarbij één feest viert vanwege meer diversiteit in de Kamer, heeft Pegida toch erg veel angst om de Koran vandaag. En daarom staan zij ook te demonstreren. De eerste donkere vrouwelijke lijsttrekker en Tweede Kamerlid. Ja. Wat vindt u daarvan? Geweldig. Ja. Eindelijk gaan we onze stem laten horen. Smaakt dit naar meer? Ja. Wat is het uiteindelijke doel over 4 jaar? Hoe zou je het liefste voor je zien? Nou, over 4 jaar zijn we in ieder geval begonnen met het herstellen van de rechtsstaat. Zijn overheidsinstanties en verantwoordelijken voor misstanden, zoals de toeslagenaffaire of racisme bij de politie, ook daadwerkelijk verantwoordelijk gehouden? En kan de burger weer vertrouwen op een overheid die voor hen werkt en niet tegen hen? En wat denk je volgende keer aan aantal zetels? Nou ja, je ziet aan partijen als de Partij voor de Dieren dat mensen soms even de tijd nodig hebben om te snappen dat er een groter verhaal nodig is. Ik ga ze die tijd de komende 4 jaar geven. En ik ben overtuigd van knallend verkiezingsresultaat. Ik kan het nu al zeggen, ik denk minimaal 5. Ja. Minimaal, hè? En voor hoeveel diversiteit gaat u? Je kunt nooit genoeg diversiteit hebben. Want het zijn nu over het algemeen hele boze witte mannen die in de Tweede Kamer zitten. Nou, dat zijn jouw woorden. Ik zou dat nooit zo zeggen. Nee, echt niet? Nee. Met name vooral de politici in de Tweede Kamer die bezig zijn met polarisatie. Je moet nou eens een keertje begrijpen dat we nergens gaan, dat we hier gaan blijven. We horen hier en we zijn gelukkig hier. Hoe zou je dat dan zeggen? Een beetje stoffig, te veel man? Nee hoor, ik zou zeggen dat er een politiek status quo is. En dat bij één van die partijen is die dat gaat doorbreken. Kijk eens aan. Nou, geniet ervan. Dat ga ik zeker doen. En tot vaker waarschijnlijk. Nou ja, als het moet. Bij één gaat blijven, wat er ook gebeurt. Ja. Het wordt alleen maar groter. Kijk eens aan. Nou, ja. Keep up the good spirit, hè? Yes, yes, yes. En daar gaan we voor. Vervolgens staat Pegida onderhand ook te demonstreren voor de Koran te mijden uit de Tweede Kamer. Of mensen die de Koran naleven. Ja, weet je, Pegida, we vragen ons ook af, heeft Pegida recht van bestaan? Als zij vinden dat anderen niet het recht hebben om in dit land te mogen zijn wie ze zijn, moet je ook bij jezelf te raden gaan, wie ben ik? Diversiteit is kleur, religie, homoseksualiteit, gender. En daarom zeggen we, hebben homo's bij ons gehad, we hebben mensen van gender bij ons gehad. Totaal geen probleem. Zelfs moslims ook bij ons gehad, gesprek mee gehad. Geen enkel probleem wanneer je afstand neemt van die Koran waar zaken in staan die gewoon niet hier in onze samenleving passen. Dat is het verschil. Kautar is een orthodoxe moslim, neemt geen afstand van haar ideeën. Dus dan ben je niet welkom in de democratie. Dus iemand die achter de Koran staat, is niet welkom volgens jullie de Tweede Kamer? Nee, dat kan niet. Want voor mij is de Koran hetzelfde als de Mein Kampf. En daar hoor je ook niet achter te staan. En wanneer we zeg maar 1 miljoen moslims hier hebben, en al, wanneer dat al 10% is, maar soms. Oh. De tweede. Een hele goede dag. Een hele goede dag. Je had een verfbom. Burgerarrest. Ik doe aangifte ook gelijk. Dat wordt aangifte wegens verliening. Ja, je moet iets doen. Het zal niet veel gebeuren, maar het gewoon zo voorbij laten gaan moet niet. Er zit allemaal verf in de auto, tenminste kosten. En dat ze een vermerkje krijgt in de strafblad. Wat voor groeperingen zijn dit die er doen? Dat zijn antifascisten noemen ze zich. Maar ja, je merkt het, dit is fascisme. Je wil iemand anders zijn mening onderdrukken met geweld.